Oké, vertel even wie je bent. Ik ben Brian Tong, ik ben middenvelder in A1. En je hebt net gespeeld? Ja. De wedstrijd Feyenoord A1 tegen Vitesse AGOVV. Hoe is het afgelopen? Ja, het is 1-1 geworden. En het was met de rust al? Ja, met de rust zonder 1-0 voor. En in de tweede helft scoren ze via een standaard situatie. Het is wel heel zuur. Want, je hebt wel het gevoel dat je zeg maar, nog de 2-0 kunt maken. En, nog een heel grote kans via Robert Olijfveld. En, als je die niet binnen schiet, dan wil ik het ook niet. Die kon je zo binnen tikken, hè? Ja, precies. Mister Robert dan, ja. Was het niet al een beetje erg snel 1-0? Ik vond eigenlijk dat na die 1-0... jullie het tijdje lang sterker waren en ineens was het weg. Ja, dat heeft ook met tegenstand te maken. Als we een heel hoog druk zetten, dan worden we naar achter gedrukt. En dan lijkt het net alsof we meer balbezit hebben. Dan was het misschien een klein beetje zo. Ja. Maar we moeten gewoon, voortaan moeten we gewoon zelf meer druk zelf naar voren geven. En een counter moeten we dodelijker zijn. Dat waren we vandaag niet. Nee. Want zij waren in balbezit misschien wel wat sterker, maar de kansen bleven aan jullie kant. Tot 3 keer toe eigenlijk, hè? Na de rust ook. Ja, precies. Ja. En dan scoor je niet. En dat wordt dan fataal. Ja, fataal. Ja, het wordt wel een gelijkspel, je wint dan niet. Ja, dat is wel zuur. Je ziet wel een teleurstelling bij de jongens. Ja. En ja, ik had ze liever zelf ook gewonnen natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat 1-1 wel een terechte uitslag was. Dat was het zeker. Even over je eigen spel. Ben je tevreden? Nou, niet echt. Ik vond het balbezit. Ja? Of ja, ook een team zeg maar. Dat we een balbezit lang de bal moesten houden. Ja. Nu, als we onder trek werden gezet, kwam vaak de lange bal van ons. En dan verloren we de bal. Ja. En, maar over je eigen spel? Over jezelf? Ja, ben je tevreden? Nee, ik ben niet tevreden. Nee? Ik vond dat ik nog meer kon doen. Nog meer in bal zit. Nog meer het spel verdelen. Ja. Het viel me op dat je wel vaak duels won, maar dat er dan eigenlijk weinig winst uit voortkomt. Dat er dan de bal weer gauw door een ander werd overgenomen door de tegenpartij. Ja, precies. Dus daarom moeten we lange balbezit houden als we duels ingaan. Ja. En we winnen het duel, dan moet je gelijk weer het balbezit houden, anders ga je van niks in duellen. Ja, dat klopt. Dat had jij een paar keer, dat je eigenlijk wel het duel won, maar dat er eigenlijk geen goed gevolg was. Ja, precies. Nou, ja, volgende keer beter. Hè? Ja. Wat gaan we volgende week doen? Winnen natuurlijk. Winnen. En waar? En tegen wie? Groningen uit. Oké, nou, lange reis. Succes. Yes.